Hallo allemaal, mijn naam is Paul Buitink en vandaag praat ik met Robin Fransman. Robin is financieel commentator, adjunct directeur van het Holland Financial Center, oud senior toezichthouder AFM, oud bankier en een van de mannen van het illustere Crisis Diner gezelschap. Hallo Robin, bedankt voor het accepteren en welkom in de show. Dankjewel. Het Holland Financial Center, sinds 2007 een publiek-private samenwerking van de financiële sector, de overheid en de toezichthouders, sloot begin dit jaar haar deuren. Kun je daar iets meer over vertellen waarom jullie gesloten zijn? Nou, HFC stond natuurlijk sowieso voor een kruispunt in haar bestaan. We zijn in de loop der jaren hebben we een heel aantal projecten opgestart. Die zouden sowieso medio 2013 zo allemaal hun afronding vinden. Dus HFC stond sowieso voor een strategische herbezinning, zou je kunnen zeggen. Daar waren wij een eind op weg toen SNS omviel. Met een behoorlijke fallout naar HFC, want onze bestuursvoorzitter was natuurlijk de oud-CEO van SNS, Jeroen Verkeulen. Vervolgens zei de minister in Buitenhof dat hij eigenlijk vond dat de overheid niet samen met de private sector in zo'n bestuur moest gaan zitten. Dat maakte die strategische herbezinning eigenlijk nog belangrijker uiteraard. Vervolgens was in ieder geval het advies van het bureau van Arthur Landsberg, mijn mededirecteur en mij, was: kijk, er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden. Je moet of gewoon stoppen, of je moet met ambitie doorgaan. Met ambitie doorgaan, daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. En uiteindelijk heeft toen het bestuur gekozen, dan moeten we stoppen. Dus wij zijn de activiteit aan het afbouwen. Dat is bijna compleet. Ik denk nog een maand of twee. En dan gaan de deuren dicht. Ja, en heb jij het idee dat dat jullie politiek slachtoffer zijn geworden als organisatie van de hele SNS-affaire? Nou, ja, dat ja. Kijk, de HFC is natuurlijk ongelukkig om te starten 6 maanden voor de kredietcrisis. Dat maakt natuurlijk een club als HFC niet makkelijker. Ik denk dat de financiële sector in Nederland sowieso in verwarring is. Over de volle breedte, of nou over de pensioensector gaat, of de verzekeringssector of over de banken. En dat maakt het vinden van gezamenlijke doelstellingen behoorlijk ingewikkeld. Kijk, we hebben heel sterk, toen de kredietcrisis uitbrak, hebben wij heel sterk gepleit voor veel meer communicatie tussen de financiële sector en de samenleving als geheel. Het idee was, kijk, er gaan toch allerlei beelden ontstaan over de crisis en de rol van de financiële sector daarin. Waar je niet allemaal even blij mee bent. En belangrijk is dat je zichtbaar bent als sector, dat je verantwoording aflegt, dat je contact zoekt, dat je debat zoekt. Ja, en dat wilde het HFC-bestuur niet. En dat wilden ze heel lang niet. Men dacht in 2008, in 2009, 2010, als je geschoren wordt, dan moet je stilzitten. Wij kunnen hier toch niks aan doen, dit gaat gewoon weer een keer over. En ja, daar lag natuurlijk eigenlijk de natuurlijke rol voor HFC. Dat wilde men tot en met 2012 eigenlijk niet. Toen wij in 2013 begonnen aan die strategische herbezinning van HFC, toen was dus een heel belangrijke poot was communicatie, want uiteindelijk, het heeft al 5 jaar geduurd, maar uiteindelijk is dat gaan draaien. Maar en vervolgens gebeurde natuurlijk het SNS-verhaal en de minister in Buitenhof, en de naam van HFC was daarna, zou je kunnen zeggen, besmet. Dus ja. In die zin begrijp ik de keuze wel om hand te stoppen. En ik denk wat goed is dat in ieder geval de sector heeft besloten om wel te gaan communiceren. En dat is in ieder geval een verbetering. Maar dat is iets waar jij dus al jaren achter stond, dan begrijp ik uit je verhaal. Want als je zegt dat men en de directie bepaalde keuzes maakten, jij was ook onderdeel van de directie, toch? Jawel, maar hoe dat natuurlijk gaat is, de directie voert uit en bereidt voor, maar het bestuur besluit. Dus wat we als directie hebben gedaan is, wij hebben eind 2008
En daarna in 2009 bij verschillende gelegenheden bij bestuursvergaderingen plannen voorgelegd om te gaan communiceren en hoe dat toen moest. En dat mocht toen niet van het bestuur. Oké. Okay. En daarna hebben we het, en daarna zijn we het in één-op-één gesprekken gaan bepleiten. En uiteindelijk heeft dat dus pas succes gehad in 2013. Ja, en dan de positieve kant van het verhaal. Wat zijn de belangrijkste of leukste zaken die het HFC voor elkaar heeft gekregen? Nou, dus zijn ik denk een aantal zaken. Er is een nieuw pensioenvehikel, de PPI. Die is behoorlijk succesvol. We hebben een securitisatiestandaard voor hypotheken die de markt voor Nederlandse gesecuritiseerde hypotheken echt versterkt en verbetert. We hebben natuurlijk dat startercentrum op de Zuidas wat succesvol is, waar zo'n 150 man werken. Dus ik ben op zich, we hebben het project de Groene Investeringsmaatschappij gedaan. Wat nu onder dit kabinet de Nederlandse investeringsinstelling gaat worden. Dus ik ben op zich niet eens zo ontevreden. En de securitisatie van Nederlandse hypotheken, vindt dat nog steeds veel plaats? Want ik heb zelf lang geleden bij de NIBC-bank in Den Haag gewerkt, vlak voor de crisis uitbrak. En daar werd ook heel veel gesecuritiseerd. Ja. Hoeveel procent van de Nederlandse retailhypotheken wordt op dit moment gesecuritiseerd? Zo'n 250 miljard. Dus dat is toch nog best wel fors. Heel veel mensen weten, en ik denk niet eens dat het gebeurt met hun eigen hypotheek. Nee, ongetwijfeld. Dus 250 miljard, dat is toch zo'n 45% van wat uitstaat. Dus dat is behoorlijk fors. En dat heeft natuurlijk een tijd lang is er alleen gesecuritiseerd voor beleningsdoeleinden, omdat de markt dicht zat. Maar dat is inmiddels niet meer zo, die markt is weer open. Ja, dus is dat. Dus ik denk dat heel veel mensen misschien dachten dat dat soort zaken niet meer speelden sinds dat de securitisaties van hypotheken gestopt waren na de kredietcrisis. Maar het is inmiddels weer dan in volle gang, ook in Nederland? Ja, god, de problemen met securitisaties die zaten natuurlijk in de Amerikaanse rommelhypotheken. Dat is echt onvergelijkbaar met de securitisatie van Nederlandse hypotheken. Die markt heeft altijd redelijk goed gefunctioneerd, vergelijkbaar met de Deense coverbonds of met de Duitse pfandbrieven in wezen. Oké, okay. Maar ik kan me voorstellen dat als de huizenprijzen nog eens 10% dalen, dat dan ook van die securitisaties onder water staan. Nou, je staat natuurlijk niet onder water vanwege het onderpand, maar je staat onder water hooguit vanwege de wanbetalingen, die zijn nog steeds laag. Ja. Daarbij komt natuurlijk nog dat niet alles onder water staat. Er zijn natuurlijk bepaalde jaartallen die onder water staan. Dus dat is toch maar een beperkt deel van de portefeuille. Oké, dan nu cryptocurrencies. Heeft de HFC zich ook, want ik weet dat er bij HFC was een innovation room. En jullie begeleiden ook volgens mij startende ondernemers in de financiële wereld. Zijn er ook projecten binnen HFC of geleerd aan het HFC die zich bezighouden met cryptocurrencies? Nee, helemaal niks. Nul. Nee. Oké, dat verbaast me wel een beetje. Want er zijn toch, als je in Nederland loopt best wel voorop met ontwikkelingen. Er zijn behoorlijk wat ondernemers en er zijn ook een aantal exchanges die gestart gaan worden en allerlei andere interessante initiatieven. Is dat iets waar HFC, ja, het is nu misschien te laat omdat HFC natuurlijk haar projecten gaat afsluiten, maar persoonlijk denk je dat het iets is waar HFC zich mee bezig had moeten gaan houden in de toekomst? Nou, ik vind dat een moeilijke vraag, want wat is het businessmodel van de cryptocurrencies? De currency op zichzelf heeft geen businessmodel anders dan dat het piramidespelachtige trekken heeft, althans in ieder geval Bitcoin. En dan diensten en services eromheen, ja, dat is natuurlijk allemaal nog heel beperkt van omvang. En de duurzaamheid is ook nog maar de vraag. Dus ik denk dat het gewoon nog veel te vroeg is om daar conclusies over te trekken. Maar is het vaak met innovatie in ieder geval dat iets heel klein is en dat je dus juist, toen er werd geïnnoveerd met het internet of met allerlei andere zaken, was het ook in eerste instantie nog klein. Ik denk dat dat juist met innovatie is het de kracht om te ontdekken wat een nieuwe markt kan zijn of waar de kansen liggen zonder dat er misschien nog heel veel geld mee te verdienen valt op dat moment zelf. Nee, natuurlijk is dat zo, maar je hebt ook geen haast.
Het aantal, het first mover advantage in dit soort dingen is maar heel beperkt. Dat zie je natuurlijk ook op internet. Hè. Google is niet de eerste zoekmachine, zullen we maar zeggen. Dus je hebt helemaal geen haast. Je kunt rustig afwachten om te kijken hoe zich zoiets ontwikkelt. En dan pas je op een bepaald gebied richten. Ja. Hey, in een interview op RTLZ van 28 februari met Frederike Hegger gaf je aan dat je geen bitcoins hebt, want je belegt nooit in dingen waar geen echte economische activiteit achter zit. Je zei letterlijk, er zit niks achter. Kun je dit toelichten? Want ik betaal regelmatig dingen met bitcoins. Zijn dat dan geen economische activiteiten? Nou, het gaat me om de dekking van de bitcoin zelf. Weet je, het feit dat je met bitcoins kunt betalen, is echt puur en alleen gebaseerd op het op het vertrouwen. Een bitcoin in zichzelf heeft helemaal geen intrinsieke waarde anders dan dat vertrouwen. Dus je kunt natuurlijk kijken naar een euro of een dollar. Dan zit daar natuurlijk achter een portfolio aan leningen. Geld wordt immers gecreëerd door banken op basis van de leningcontracten die zij afsluiten. Dus daar, uiteindelijk zitten daar een heleboel IOU's achter van mensen die zeggen, ik ga jou in de toekomst van een zekere kasstroom voorzien. En dat bedoel ik met reële economische activiteiten. Dus in die zin is de bitcoin dus ook helemaal vergelijkbaar met goud of zilver of wat dan ook. Ja, inderdaad. Oké, dat verklaart wat je bedoelde. Want in het interview gaf je verder ook aan dat gewoon geld is gedekt door leningen en onderpand. En met bitcoin is die dekking er niet. Klopt. Maar is dat niet juist interessant of goed dat geld niet gelijk is aan schuld en er dus geen dekking of onderpand is, maar dat het gewoon een soort van steriele asset is? Want we zagen natuurlijk vroeger met de goudstandaard, toen er nog een 100% goudstandaard was, zonder dat er meer papier werd uitgegeven dan er goud was, dat het ook prima functioneerde als geld. Dus het geld hoeft dan niet per se een dekking te hebben. Of sterker nog, is het niet juist het probleem dat geld gedekt is door leningen? En als het dan een lening omvalt of een lening wordt terugbetaald, dan valt die geldeenheid ook weg feitelijk. En dat is denk ik de hele oorzaak van de kredietcrisis. Of zie je dat anders? Ja, dat zie ik echt anders. Want de echte pure goudstandaard laat natuurlijk gewoon geen economische groei toe. En dat was natuurlijk ook de menselijke conditie gedurende duizenden jaren. Maar hoe verklaar je dan de 19e eeuw? De 19e eeuw was ja, maar in de 19e eeuw. Nee. In de 19e eeuw wordt het goudstandaard, die wordt geleveraged. Nee, maar als je kijkt naar de 19e eeuw, dat was bijna een pure goudstandaard. De Britse Rijk is mede stuk succesvol geweest vanwege het hard geld. En heel veel innovaties en industriële revolutie, et cetera, vond plaats in die eeuw. En op een vrij inflexibele geldstandaard gebaseerd op goud. Dus blijkbaar is het wel mogelijk om een vrij stabiele geldteveel te hebben en toch enorme economische groei te krijgen. Misschien dan maar niet uitgedrukt in GDP-cijfers, maar gewoon echt reële groei. Nou, volgens mij wordt de 19e eeuw gekenmerkt door buitengewoon veel oorlogen over goud. Het wordt gekenmerkt door devaluaties, loslaten van goudstandaard, weer terug op de goudstandaard. Dus het idee dat het allemaal hunky-dory is, dat zie ik echt niet. Wat je natuurlijk ziet, is dat de enorme explosie van welvaart, die valt gewoon samen met fiat geld. Nou, ik denk dat de correlatie eerder correlatie is dan natuurlijk. Het is moeilijk om te zeggen waar de causale verbanden liggen. Maar ik wil het ook nog wel, weet je, los van de historie, wil ik het ook nog wel op een andere manier doen. Kijk, geld is altijd schuld. Ook tegenover goud staat een schuld. Want anders zou je het namelijk nooit als betaalmiddel accepteren. Je accepteert een betaalmiddel alleen maar in het vertrouwen dat je ad ultimo dat altijd kunt ruilen tegen goederen. Uiteindelijk heb je aan goud niks. Je kan het niet vreten. Uiteindelijk heb je gewoon om je leven te sustainen, heb je gewoon spullen nodig. Weet je, warmte, wonen, eten, veiligheid, dat soort zaken. En dat is natuurlijk nooit zeker, ook met goud niet. Hè, als global warming doorzet en we hebben 7 meter zeespiegel rise, dan heb je meer aan een bootje dan aan goud. En dan kan je verzekeren op dat moment zijn bootjes heel veel waard.
Dus de inflatie, bonus is enorm. Dan weet je ook niet wat je goudstaf waard is. Kijk, uiteindelijk is de toekomst dus fundamenteel onzeker. Dat is één. En het tweede is, geld heeft altijd een schuldkarakter. Want het gaat erom dat jij vertrouwen hebt dat andere mensen bereid zijn om in ruil voor dat middel een deel van hun bezit of een deel van hun productie of een deel van hun arbeid aan jou te geven. Ja, dus in feite zeg je, het is een soort van een vordering op toekomstige productie. Het is altijd een vordering op toekomstige productie waarvan je de waarde ex ante niet weet. Dat weet je natuurlijk ook met goud niet, hè? Ik ben het met je eens, ja. Dat en mensen houden dus geld op, zich, aan op die manier. Als geld dus een vordering op toekomstige productie is, dan is de meest zuivere vorm om dat geld te maken, is als er iemand opstaat, een particulier of een bedrijf, die zegt, ik wil lenen. Want dat is iemand die zegt, hallo, mijn toekomstige productie, daar mag u nu een claim op leggen. En die doet dat vrijwillig. En dat maakt lenen ook moreel superieur. Want dan weet je, je kunt goud doen en dan morgen vindt iemand een nieuwe goudader onder het ijs in Groenland en dan 7 miljoen ton. En weg is de waarde van je goud. Maar als we dan praten over wat moreel superieur is het dan niet moreel superieur, want ik begrijp waar je vandaan komt. Alleen ik denk dat er verschillende mensen zijn met verschillende wensen. Sommige mensen hebben wellicht waaronder mezelf, een systeem waarbij er een redelijk voorspelbare groei van geld is. Bijvoorbeeld met bitcoin weet je van tevoren hoeveel er wordt bijgecreëerd. En met goud is het wat onzekerder, want ja, wellicht vinden we een meteor waar een goudader op zit. Maar even los daarvan, is het dan niet moreel superieurder als mensen zelf kunnen beslissen wat zij als geld willen gebruiken? Hetzelfde als dat ik wil kunnen beslissen of ik vanavond naar restaurant A of restaurant B ga, wil ik ook kunnen beslissen of ik geld A of geld B gebruik. Dus waarom dan dat monopolie aan een centrale bank geven of aan een kartel van banken? En waarom niet mensen gewoon, zoals we nu als aan het experimenteren zijn, de vrijheid geven om zelf geld te verzinnen? Want daarmee kun je innovatie in de hand werken. Want het geldsysteem aan zich, zoals we dat hebben, zoals creditcardbedrijven, die gebruiken nog steeds dezelfde techniek, min of meer als 40 jaar geleden. Nu in de cryptocurrency-wereld zien we talloze innovaties. En Bitcoin is slechts een experiment, maar je hebt hele mooie zaken als Ripple en Ethereum, noem maar op. Ja. Dus ik denk dat op het moment dat je mensen vrijlaat om hun eigen geld te kiezen, krijg je fantastische. Ja, daar ben je me eens dat we zouden moeten streven naar een situatie waarbij mensen gewoon onderling kunnen concurreren op geldsoorten. Nou, ik denk dat dat ik denk op zich dat dat gebeurt. Ik denk dat geldsoorten met elkaar concurreren. Ik denk ook dat geld concurreert met bijvoorbeeld goud. Nee, dus als je het hebt over, kijk, je hebt natuurlijk geld natuurlijk verschillende functies. Hè? Het is een unit of account, het is een store value en het is een ruilmiddel. Kijk, ik denk dat als store of value concurreert geld gewoon met van alles en nog wat. Daar is totale concurrentie. Mensen zijn er volkomen vrij. Kunst, als unit of account, dat is niet echt, dat is niet echt relevant. Weet je, al doen het in kralen als je maar consistent bent. Hè. Het gaat alleen maar om dat je jaren met elkaar kan vergelijken of zo. Ja, dat soort dingen. Ja. Dus we hebben het alleen maar over geld als ruilmiddel. Nou, ik denk dat ten dele valuta gewoon met elkaar concurreren, met name in de internationale handel. Maar natuurlijk in dollars kunnen afrekenen, maar ook in andere valuta. We hebben natuurlijk in het verleden wel gezien, dat zijn die weet je, dat wordt betaald met olie of met andere goederen. En op zich, hè, dus als je het hebt over geld als ruilmiddel, dan zie ik echt wel toekomst voor cryptocurrencies in de zin dat het makkelijk is, universeel is, wereldwijd is. Dat kan inderdaad heel handig zijn. Ja. Maar wat daar natuurlijk wel voor nodig is, is dat je toch een redelijk voorspelbare waarde moet hebben. En dat betekent niet dat die constant hoeft te zijn. Dat betekent, weet je, als je zeker weet dit ruilmiddel heeft dat infinitum 3% inflatie. Dat is ook goed, hè, als het maar voorspelbaar is. Ja, zoals je een soort van bandbreedte hebt, zoals de euro en de dollar ook altijd in een bepaalde bandbreedte zitten. Maar jij zegt, er is nu al concurrentie. Maar als je bijvoorbeeld dan ziet naar de euro heeft natuurlijk een concurrentievoordeel ten opzichte van de bitcoin in Nederland, namelijk dat je belasting moet betalen in euro. En het heeft de status als van een wettig betaalmiddel. Zou het dan niet beter zijn als de overheid daar wat flexibeler in wordt, dat mensen bijvoorbeeld ook
hun belasting kunnen betalen in een aantal andere currencies. Bijvoorbeeld de overheid kan besluiten ieder jaar vast te stellen wat een vijftal currencies zullen zijn waarin mensen belasting kunnen betalen. Want anders is er geen eerlijke concurrentie tussen geldsoorten, toch? Nee, dat is waar. Dat is natuurlijk een klassieke school in monetaire theorie. Hè? Waar geld krijgt zijn waarde omdat je er belasting mee kan betalen. Kijk, ik denk niet dat je als overheid valutarisico wil lopen. Hè. Dus in wezen is dat de valutarisico, we gaan allemaal valutarisico lopen. Dus, tot op zekere hoogte snap ik dat wel. Weet je? Als jij je geld wil verdienen in bitcoins en je laat je salaris uitbetalen in bitcoins en je handelt in bitcoins, ja, nou, dan loop jij maar het risico dat je wisselkoers verschillen hebt. Ja, waarom zouden we dat als collectief moeten doen? Kijk, tot in zekere zin is bepalen wij met z'n allen hoe de geldgroei is. Weet je, op het moment dat je je schuld aflost, dan weet je dat de geldhoeveelheid krimpt. En als je schuld aangaat, dan weet je dat de geldhoeveelheid stijgt. Dat bepalen we met z'n allen. Ja, maar is het niet ook een probleem dat jij bent zeer geïnformeerd en weet dat hoe geldcreatie werkt. Maar het gros van mensen heeft natuurlijk geen idee. De meeste mensen die brengen hun geld naar de bank, verwachten dat bank dat geld uitleent. Maar begrijpen niet dat banken uit het niets leningen kunnen creëren op basis van onderpand. Ja. Het lijkt ook wel een beetje alsof in Den Haag dat soort dingen nooit worden besproken. Is het niet zaak om het beter uit te gaan leggen, misschien op scholen of ook in Den Haag, aan mensen hoe geldcreatie werkelijk werkt? En dat dan wellicht ook de crisis wat beter wordt begrepen. Ik denk dat het heel goed zou zijn. Hè. Mensen weten er niks van, omdat het altijd onbelangrijk heeft geleken. Maar goed, het blijkt dus dat het toch belangrijker is dan mensen denken. Zo moeilijk is het nou ook weer niet. Dus ik denk dat je dat iedereen kan uitleggen. Maar waar we vooral af moeten, is het idee dat geld een store of value is. Want zo gebruiken we het wel, maar het is natuurlijk een store of value met allerlei beperkingen, zoals elke store of value. Want nogmaals, elke store of value is een claim op toekomstige productie waarvan je de waarde van tevoren niet kan bepalen. En ik denk die overschatting van de store of value functie, het feit dat we voortdurend maar leven met de fictie dat zekerheid voor de toekomst, dat het überhaupt kan, ja, dat is het grote fout in het monetaire systeem. Mensen, maar zou je niet graag willen dat je zekerheid, je kan natuurlijk nooit zekerheid garanderen, want alles kan gebeuren, maar ja, idealiter heb je wel geld wat kan gebruikt worden als store value. Nou zou ik natuurlijk niet willen adviseren dat iedereen zijn hele vermogen in cash of geld aanhoudt, en waarschijnlijk ook beter om aandelen en noem maar op te gaan kopen als je veel vermogen hebt. Maar het is wel belangrijk voor mensen dat ze in ieder geval een stuk van hun vermogen in liquiditeiten, al dan niet op een bankrekening, waar dan ook, kunnen aanhouden. En dat het relatief betrouwbaar is over meerdere jaren. Dat is weliswaar het ideaal. Maar wat we natuurlijk zien is dat, en dat heeft mede te maken met de vergrijzing, is dat we steeds grotere groepen hebben in de samenleving die op zoek zijn naar zekerheid. Dus we hebben steeds grotere claims van een steeds grotere groep op de toekomstige productie. Ja, dat hou je dus niet vol. Dat gaat dus gewoon mis. En daar zie je gewoon dat microgedrag, macro, wat micro prudent lijkt, macro niet prudent is. We kunnen niet met z'n allen enorme claims opbouwen op de toekomst en dan denken dat die zijn waarde behouden. En wat dat betreft het hele Nederlandse pensioenstelsel, nu 1200 miljard. Ja, daarvan is het, weet ik wel, 85%, 90% is belegd in het buitenland. Ja, dat geeft een enorm risico. En in die zin is, weet je, dus op een gegeven moment, en in die zin daar zie je dat het pensioenstelsel is eigenlijk een totale unit of account. Dat is helemaal geen store of value in die zin, want een omslagstelsel werkt precies hetzelfde. Ik ben zelf ook een groot voorstander van mensen wat meer vrijheid en flexibiliteit geven als het gaat om pensioen. Want het is, als je ziet waar de pensioenfondsen in beleggen en wat voor rommel vaak soms ook. En hoeveel staatsobligaties daartussen zitten van landen die al veel te veel schuld hebben. Maar ja, je wordt een soort van bijna gedwongen om mee te doen met die pensioenfondsen omdat er fiscale voordelen aan zitten. Maar eigenlijk zou het beter zijn als mensen wat meer over hun eigen toekomst kunnen beschikken, in mijn zin. Nou ja, uiteindelijk waar het gewoon uiteindelijk om gaat is,
Als je een beetje zekerheid wil hebben over de toekomst, dan de enige, de beste investering die je kan doen, is investeren in toekomstige productiecapaciteit. Ja. Hey, nog even terug te gaan naar het interview. Je gaf ook aan dat in het Bitcoin-netwerk geen centrale partijen zijn waarop we moeten vertrouwen. Dus dat waren een vertrouweloos systeem. En dat legde je mooi uit en ik ben het met je eens. Maar je gaf ook aan of dat de toekomst is. Daar was je niet zeker over. En je verwees ook naar de volatiliteit van de Bitcoin. Even los van die volatiliteit. Denk je dat een gedistribueerd vertrouweloos systeem, waarbij mensen elkaar direct kunnen betalen, beter is dan een waarbij de macht is in handen van enkele en die mensen kunnen bijvoorbeeld ook dan vervolgens je geld blokkeren. Je ziet nou in de Krim dat mensen niet meer bij hun geld kunnen. Venezuela, Argentinië, we zagen het in Cyprus ook. Denk je dat dat misschien het belangrijkste voordeel is van een gedecentraliseerd geldsysteem waarbij mensen elkaar peer-to-peer kunnen betalen? Ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ik denk uiteindelijk dat er ad ultimo is er gewoon geen zekerheid. Dat weten we. Dus dan gaat het om gradaties van zekerheid. Ja, de beste gradaties die vind je gewoon in de spreiding van je centen. Uiteindelijk moet je toch gewoon gaan spreiden. En in landen als Rusland en Venezuela en Argentinië, dan moet ik het toch met Willem Middelkoop eens zijn. Dan ben je met een goede kroegrand ben je waarschijnlijk beter af. Maar ja, Cyprus is in Europa. Daar was je waarschijnlijk ook beter uit in kroegerand. Dus het komt wel steeds dichterbij. Dat is waar. Dat is soms. Daar heb je gewoon een punt. Daar heb je gelijk in. Dus dat is waar. En hoe zie je de plannen van de IMF dan? Dat er wellicht een bail-in komt van x% als soort van ultieme oplossing voor de schuldencrisis. Want we zijn natuurlijk nog steeds geen centimeter opgeschoten met de schuldencrisis. Want alle landen hebben meer schulden dan een paar jaar geleden. Ja. En banken hebben de schulden van de landen in handen. Dus we zijn nog steeds. De banken zijn groter dan ooit en we hebben meer schulden dan ooit. Dus de oplossing is nog niet in zicht. En de IMF zegt wel, wellicht moeten we gewoon, net zoals in Cyprus, gewoon het template van Dijsselbloem volgen en wat afromen. Hoe zie je dat? Denk je dat dat kan gebeuren? Nou ja, op zich kijk, de schuld van de een is het vermogen van de ander. En dat betekent dus als je concludeert, er is te veel schuld, dan zeg je dus altijd per definitie ook, er is te veel vermogen. You can't have it one way. Dus als je vindt dat het te veel schuld is, dan is er ook te veel vermogen en dan moet je die twee het gewoon tegen elkaar wegstrepen en dat heet een bail-in. Ja, dat is een beetje waar Willem Middelkoop over heeft, ook in zijn Big Reset volgens mij. Hè? Ja, dan beschadig je de stok-economie, maar je beschermt de flow-economie. En wat wij in Europa doen met alle austerity is natuurlijk dat we de flow-economie beschadigen om daarmee de stok-economie te beschermen. Nou, en dat is volgens mij een model wat ook niet handhaafbaar is. Want uiteindelijk zijn de waarden van die stoks gewoon afhankelijk van de omvang van de flow. Ja. Er zijn twee mogelijkheden. Of je hebt in één keer gewoon een grote kladderadatsch. Of je hebt gewoon nog 10 jaar nul groei. Bijna nul. Ja, inderdaad. Want als we nu ook even praten over het crisisdiner gezelschap. Je bent onderdeel van het crisisdiner gezelschap. En in een debat in de Bali gaf jij ook aan van, nou ja, kijk, de facto hebben we gewoon de Griekse schuld afgeschreven. Want we hebben als je de looptijd maar blijft verlengen en geen aflossing en geen rente vraagt, dan ben je eigenlijk gewoon het afschrijven. Ja. Stel jij nu voor dat we eigenlijk gewoon nu, dat het tijd is voor een flinke streepronde. Dat we echt gewoon flink gaan afschrijven nu. Ik denk dat het is volgens mij essentieel dat de schulden in ieder geval naar beneden gaan. Dat betekent, en dat geldt niet alleen voor Griekenland en Portugal en Spanje, dat geldt ook gewoon voor Nederland. Ook in Nederland zijn de private schulden veel te hoog. En dat betekent niet dat je ze overal maar moet afstempelen, moet afschrijven en moet kwijtschelden. Je moet gewoon kijken naar hoe zijn de vermogens verdeeld. En als je dan bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, dan zie je dat mensen veel schulden hebben, maar mensen hebben ook heel veel vermogen. Het zit alleen allemaal vast in die pensioenpotten. Dus in Nederland hoeft niemand er een euro armer van te worden. Als je maar die schotten tussen schulden en bezittingen opheft. En mensen gewoon in staat stelt om een stuk van een hypotheek met hun pensioenpremie of met hun pensioenkapitaal af te lossen. Dat werkt heel goed in Nederland. In andere landen zou je heel goed kunnen werken met giften en schenkingen tussen generaties.
hè, omdat Spanje is echt geen arm land. Dus daar kun je de schuldenberg op die manier heel goed wegwerken. Dus zo zijn er allerlei opties. Dus we moeten inderdaad naar resolutiemechanismes toe. Daar zal wel eens incidenteel kwijtschelding aan de orde zijn. Hè. De Griekse staatsschuld is denk ik daar een voorbeeld van. Maar dat is niet het algemene template. We gaan iedereen met vermogens fors aanslaan en dan afschrijven en kwijtschelden. Ja, dat is gewoon niet nodig. Want er is ook vermogen genoeg. Hè. Nogmaals, waar schuld is, is ook altijd vermogen. Als je naar de eurozone als geheel kijkt, dan is de vermogenspositie gewoon positief. Dus er is vermogen genoeg om een flinke balansverkorting te doen. Ja, maar ben je niet bang dan? Want in Nederland kan ik me voorstellen dat je wat kan strepen als het gaat om pensioen en hypotheek. Ja. Maar als er per saldo vermogen moet worden opgegeven en dan ook binnen Europa, is het dan niet zo dat de noordelijke landen daar gaan bloeden? En dan met name de spaarders en de gepensioneerden? Nee, ik denk dat het meevalt. Als je kijkt naar de financial assets, dan hebben we in het noorden natuurlijk een enorme claim op het zuiden. Ja. Maar als je kijkt naar real assets, dan hebben, weet je, dan is dat natuurlijk niet zo. Hè? Dus als je gewoon het Spaanse woning bezit, een fabrieksbezit, een bedrijfsbezit, et cetera, allemaal meerekent, dan zijn die financial assets natuurlijk maar een heel klein gedeelte van. Dus als je kijkt naar die statistieken over net international investment position, dan zie je natuurlijk maar een heel klein stuk van de reële economie. Dus nee, ik ben daar eigenlijk niet zo bang voor. Betekent dat dan dat wij eigenaar gaan worden van huizen en fabrieken in Spanje als een soort van compensatie voor het wegstreven van schulden? Dat zou kunnen. Een soort van neocolonialisme dan? Ja, god, dat heb je nou helemaal, weet je. Dat is nu helemaal zo in de wereld. Als je heel zwaar in de schulden steekt tot op het moment dat je het niet meer kan betalen, ja, dan verlies je een stuk zelfbeschikking. Ja. Dat geldt voor individuen, dat geldt voor bedrijven en dat geldt ook voor landen. Nou, om af te sluiten dan, het crisisdiner, erg interessant. Vindt dat diner nog steeds plaats of zijn jullie ermee gestopt omdat ze het diner te organiseren? Nee, dat vindt nog steeds plaats. Volgende keer is in mei, geloof ik. Oké, en praat jullie ook wel eens over cryptocurrencies? Tot nu toe nooit. Anders kom ik graag een keertje langs een presentatie te geven. Heel graag. Ik zal het eens voorstellen. Ja, ik vond het erg interessant om jullie debatten in de balie te volgen. Wat ik me wel afvroeg, en er was één keer een vraag uit de zaal van Klaas van Egmond, een professor in Utrecht, die ja. Sprak over het scheiden van geldschepping en geldbelening. En dat is een interessant concept, hè? Dus schuldvrij geld uitgegeven door de overheid. Valt een beetje in dezelfde categorie wellicht als metaalgeld of cryptocurrency, waarbij je de schuld en geld loskoppelt, waar ik zelf ook een voorstander van ben. Maar ja. dat soort onderwerpen werd niet echt door jullie zelf besproken. Is dat iets waar je ook nog over praat met elkaar? Of zijn jullie heel gefixeerd op, nou ja, we hebben gewoon centrale banken nodig, we gaan door met de euro. Het komt op mij een beetje over als tunnelvisie in zekere zin. Ja. Nou, ik kan me dat wel voorstellen dat je dat zegt. Ik zelf persoonlijk denk, er zijn alternatieven voor het huidige bankaire systeem. Maar dan heb ik het echt over bankaire systemen in de zin van hoe verdelen wij nou risico's in de samenleving. Dat kan echt anders. Maar ik denk het wezen van geld, dat kun je niet veranderen. En dat betekent dus dat wat Klaas van Egmond voorstelde, hè, dat is in wezen gewoon het Chicago-plan, Dat doet aan het wezen van geld niks af. Het blijft een claim op de toekomstige productie, dus het blijft gewoon een schuld. En als de overheid dat kan uitgeven, ja, dat is eerder minder democratisch dan dat we het nu doen. Want nu bepaalt elke individu, elke onderneming, bepaalt zelf of die schuld aan gaat en daarmee geld creëert, ja of nee. Maar als je streven is meer democratisering van geld, dan zou je dus ook, maar dat hebben we natuurlijk eerder aangesneden, ook voorstander van moeten zijn om zoveel mogelijk mensen het recht te geven om hun eigen geld te creëren. Ja, maar dat doe je dus, toch ook? Dus niet alleen, euroschuld. Als jij een winkel inloopt en je bestelt daar een ding of je koopt een ding en je zegt, ik ga je de komende paar weken zal ik je betalen, stuur maar een factuur. Ja, op dat moment heb je al geld gecreëerd. Alleen die vordering op jou is niet zo'n goed redmiddel.
Wordt overigens wel gebruikt, hè, als ruilmiddel. Ja, je hebt ook de leds en dergelijke. Precies. Maar dat kan. Dan kom ik terug op eerdere punt. Natuurlijk, dat kan wel in zekere zin. En DNB laat ook leds toe. Maar op het moment dat je te groot wordt, dan word je natuurlijk met allerlei regelgeving geconfronteerd. Nee, en dat begrijp ik ook wel. Maar er moet wel een soort van level playing field komen dan tussen verschillende geldsoorten. En de euro als gevolg van het feit dat je het moet gebruiken voor belastingen. Ja. Heeft natuurlijk wel een soort van voordeel wat je bij je niet kan verslaan. Als ander geldsoort. Nee, dat klopt. Dat is waar. Dat is waar. Nee, dat klopt. En dat is ook precies de reden waarom overheden in de 19e eeuw, of toen nog koningen vaak, een eigen bank oprichten en op een gegeven moment dat monopolie naar ze toe trokken. Het geldsysteem geeft macht. Dat is zo. Ja, en daarom ligt er nu heel veel macht bij de banken. Waar natuurlijk sociaal de nodige ophef over is. Dus ik denk dat als we, om jouw woorden te gebruiken, het geld verder democratiseren, dat we dan een hoop problemen kunnen voorkomen in de toekomst. En in ieder geval een hoop machtsconcentratie weg kunnen halen bij de banken. Ik denk dat banken denken daar zelf echt anders over, hoor. Die voelen zichzelf helemaal niet zo machtig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Die voelen zich ook echt niet zo machtig. Die voelen zichzelf echt een totale speelbal van de samenleving en de regulator, hoor. Nou ja, als je hoort dat Goldman Sachs God's work doet en als je ziet hoe ze in Wall Street zichzelf soms tientallen miljoenen aan bonus geven, dan zou ik me niet heel onmachtig voelen als bank. Jawel, maar dat is dan in de Amerikaanse setting is dat echt nog anders dan in Europa, hoor. Kijk, in Europa zijn de meeste banken gewoon hele normale savings en loans. En dat is echt anders dan de grote investment banks. Anyway, we zijn alweer erg aan het praten, maar ik vond het heel interessant en bedankt je zoveel tijd hebt willen vrijmaken voor me. Wat ga je nu doen? Wat is nu als je gaat stoppen bij HFC, als je dit werk op afkomt? Wat zijn je? Geen idee. Oké, lekker vrij. Ik heb klusjes her en der, want ik word voor allerlei dingetjes gevraagd. En verder moet ik nog even goed nadenken over wat ik met de rest van mijn leven ga doen. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes en bedankt nogmaals voor het gesprek. Oh, graag gedaan. Oké, dag Robin. Goedemiddag, bye bye.